Om te weten of u of jij gebruikt in uw bedrijfscommunicatie? Heel eenvoudig. Beeld u in dat u uw klant op straat ontmoet. Hoe begroet u hem? Hebt u even tijd voor me? Of heb jij even tijd voor me? U of jij? Welke van de twee gebruikt u dan? Want dat is precies de vorm die u ook moet gebruiken in uw geschreven communicatie. Voelt de u op straat juist, dan gebruikt u die ook in wat u schrijft. Voelt u zich beter bij de je, dan gebruikt u natuurlijk de je. Zolang u maar uw authenticiteit bewaart. Dat het klopt. Dat het voor u klopt en dat het voor uw klant klopt. Dan zit het snor. Ik ben de schrijfdokter. Tot de volgende consultatie.